Vanavond in deze uitzending één hoofdgast. Hij was er al in het zwart-wit tijdperk. En hoe? Hij hoefde alleen maar op te komen of de lach was er al. Hij was humor. Hoe weinig kon deze Johnny destijds vermoeden dat hij tientallen jaren later klassieke rollen zou spelen, hoofdprijzen zou winnen voor zijn acteren op toneel en in films. Een unicum, deze opa, vader van vier kinderen. Er staat een huis en een gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit er een vreemde meneer in het kamertje voor, en ook die heerlijke zolder werd een kantoor. De Avro en ik hebben gemeend in de komende seizoen een kleine hulde bij het begin van dit seizoen te mogen aanbieden. Oh. Wij hopen dat onze samenwerking als zodanig meemaakt. Dat een algemeen wel een succes. Dat we de Nederlandse volk tot de lachen kunnen zetten. En veel plezier. Dat had je nou niet moeten doen, zo. Dit is de tenor. Dit is de bariton. Dit is de sopraan. Sopraan. Waar zit de sopraan? De achterkant. Dit is de sopraan. De brastekijers en je brode. La brastekijer jorde. Ja, het is het soort televisie dat niet meer gemaakt wordt. Er was eigenlijk niet echt een speciale aanleiding om hem vanavond uit te nodigen. Hoewel, als je op je 78ste nog avond aan avond op toneel staat en volle zalen trekt, dan heb je natuurlijk wel met een heel uitzonderlijk talent te maken. Ik zag hem een paar weken terug in een afgeladen koninklijke schouwburg in Den Haag, waar hij de hoofdrol speelde in het speciaal voor hem geschreven stuk Gouwe Handjes. En ik dacht meteen, we hebben hem te lang niet op televisie gezien. Daarom is hij hier 78, maar ijzersterk, John Kraaikamp. Ga lekker zitten. Doe maar net of je thuis bent. Wat zien jullie er goed uit? Dat zingen aan de Amsterdamse grachten, dat was 45 jaar geleden. Kan je daar nog naar kijken? Ja, ik zie het nooit. Ik zie het nooit. Ik heb het ook nooit gehoord, dit eigenlijk. Nee, want wat we allemaal vergeten zijn, is dat je eigenlijk als jongenssopraan ooit begonnen bent. Hè? Je was een concurrent van Willy Alberti en Johnny Jordaan. Ja. Nou, voor Johnny Jordaan was toen nog niet bekend. Willy en ik, we waren concurrenten. Hij rolschaatsen onder het raam door waar ik stond te repeteren. Om te weten te komen wat ik zong. Ja? Ja. Dat is een oude gabber van me, ja. En kon je goed zingen? Ik had een stem, zolang die binnenkleef, bleef was hij goed. Maar als hij eruit kon, was hij bedorven. Nee, mijn stem was wel aardig. Het was een leuke jonge sopraan. Maar ja, ik heb de baard in mijn keer gekregen. En toen was hij weg. Ja. Later heb je het vak geleerd. Ik ga er even heel snel doorheen. Op het biljart en in het café, het beroemde café in Amsterdam. Ja. Dat is een basis die niemand meer heeft tegenwoordig. Want daar moet je elke avond het publiek, wat vaak met zijn rug naar je toe zit, veroveren. Ja. Ja, ik heb het echt meegemaakt dat ze met hun rug naar me toe bleven zitten. En kwam je er dan overheen? Lukte het je dan elke keer? Ja, dan vertelde ik wat ik verdiende en dan keken ze weer. Jij stond aan de bas. Ja, ja. En intussen grappen vertellen. En intussen, ja, dat noemen ze tegenwoordig een stand-up comedian, dat weet ik veel. Ja. Dat deden wij al 40, 50 jaar geleden. Ja. En als je bijvoorbeeld naar hele oude sketches van jou en Rijk kijkt, dan zie je dat je ook bijna niks nodig had. Hè? Ik heb hier een scène waar je een deur van Rijk koopt die er niet eens is. Dus je hebt niks nodig en het is één grote hilarische sketch. Kijk maar even. Dat was leuk, niet hè?
Dat is een deur. Dat is ook toevallig. Nee. Nou, open doen. Dat is echt een deur. Dat is echt. Dat is een deur. Ik zeg... Daar staat een deur. Dat is leuk. Daar staat een deur. Ja, maar laten we nog opschieten. Ik ben dus dat mannetje aan de deur. Ik probeer jou iets te verkopen, maar je koopt niet. Je zegt nee. Je houdt je poster. Ja. Oké? Ja. Dan gaan we. Je houdt je poster. Kribbel, krabbel, kruisje. Wie komt er op mijn huisje? Goedemorgen, mevrouw. Misschien heeft u interesse voor dit uitermate handige apparaatje. Het is het allermodernste snufje op dit gebied. Ja, het is het zogenaamde universaal slot. Het past op iedere deur en kost maar 3,75. Geen mij naar beneden. Wat geen mij naar beneden? Je moet niks kopen. Je moet nee zeggen, John. Je moet je poos uithouden. Je mag niks kopen. Nee, maar niet kwalijk. Wat is het, hè? Ik ben een dame. Oh, neem ik maar. Nee, neem ik maar. De smeerlap. Kribbel, krabbel, kruisje. Wie klopt er aan mijn huisje? Hallo. Goedemorgen, meneer. Misschien heeft u interesse voor het uitermate handig apparaatje. Niet nodig. Het is het allerlaatste snufje op dit gebied. Oh! Oh, hij stond open en je wist Ja, dat is ook weer een paar jaartjes geleden. Ja, maar je had niks nodig, hè, voor een grap toen. Nee. Nee, ach. Ja, je had natuurlijk het geluid nodig van die deur. Maar dat is ook echt het enige. Ja. Is het nou toch een beetje een confrontatie met jezelf dat je zo'n jonge Kraaikamp ziet? Of herken je hem ja, wel? Ja, nee, ik herken die kleine zenuwleier wel natuurlijk. Die is mij bekend. Maar het is wel een confrontatie als je af en toe niet weet dat je komt en dat je je plotseling zelf op de televisie ziet natuurlijk. Ja. Want ja, je wordt natuurlijk een dagje ouder. Hè? Jij ook. Ja, ik ook. Ja. Nou, je was 15 jaar geleden bij ons in dit programma. Even kijken hoe wij er samen toen uitzagen. Zo. Nou, Bra, ik eindelijk zit ik eens tegenover je. Ja, het heeft enige moeite gekost, hè? Leuk dat je er bent, dames en heren. Maar je bent niet heel erg veel meer veranderd, vind ik. Nee, ik blijf op één plekje hangen zo'n beetje. Het gaat wel goed. Still going strong. Ja, ik kan nog toneel spelen, dus dat vind ik heel belangrijk. Ja. Je hebt wel eens gezegd, en heb ik in veel interviews gelezen, ik vond mezelf altijd zo lelijk, maar je hebt toch zo'n waanzinnig leuk hoofd? Nou, ik was als kind al lelijk, hoor. Ja. Nee, dat neem je me niet af. Je bent inmiddels 78. Wat ik me afvroeg, hè, toen ik je die avond in Den Haag zag spelen, ben je nou thuis en andere mensen op het toneel? Want je bent daar zo levendig, je gaat daar tekeer, je loopt. Nee, ik ben heel anders op het toneel dan thuis. Ik ben thuis een oude zeikert. Ik kanker op alles en niks is goed. En op dat toneel ben ik, ja, ik verander ook, mijn lopen verandert zelfs op het toneel. Maar hoe komt dat? Wat is het? Weet niet. Dat zit in me. Kijk, ja. Als je 78 bent, dan word je ouder en dan komen er allemaal makkers. Ik kan een kast maken van 18 meter, daar kan ik alle makkers in stoppen die ik nu heb. Zoveel kleine dingetjes komen er, weet je wel. Ja. Als je thuis komt naar een voorstelling, ben je dan stuk? Ik? Ja. Nou, als ik het tuinpad oploop, dan zie je een oud baasje lopen. Maar dat kan me toch niet schelen, dan ziet niemand me meer. Ik leef gewoon de hele dag naar de voorstelling toe. Het toneelspelen, dat hoort bij me. Dat is absoluut zo. Je bent door de jaren heen heel kieskeurig geweest in welk programma je terecht kwam. We hebben een stukje waar je bij Bouwman zat. Hè? Dat blijft een onvergetelijke ontmoeting. En je kwam meer dan eens bij Mies Bouwman, hè? Ja, ik heb een paar programma's met haar gedaan. En met Godfried was ook heel leuk. Ja. Daar kon ik helemaal goed mee. Je wilde alleen met de beste, hè? Ja, was een goede katholiek, was het. Dat was een hele aardige Hier komt Bouwmans. Als je een punt aansnijdt. Als het imiteren of het nou doen van honden, dan roei je een punt aan bij mij. Dat is zeer kwetsbaar en gevoelig. Daar ben ik erg trots op. Ja. Ja. Ik zal je nu een nijdige hond voordoen. Een nijdige, ja. Een nijdige hond. Ja. En je schrikt je ongelukkig als ik er bij in je been knijp. Ja, ja. Ja, ja. Dus als ik dit doe,
Ja. Dan schrik je wel zo verschrikkelijk als je mij niet ziet. Ja, ja. Ja. Dan kun je... Nee, nee, jullie lachen maar. Je schrik je... Je schrik je zo ontzettend wezenloos. Ja. Dat is een mooie imitatie. Daar ben ik zeer trots op. Ik ben ook... Kunstgeluid heb ik ook. Geneigd op... Ook goed. Ja. Dat is een blinde vink. Geteld. Blind. Ja, het zal maar, ik kan niks aanbieden. Heb jij niet één beest, zou je me daar niet gelukkig mee kunnen maken? Een koe kan ik, geloof ik. Ja, mag ik even de microfoon naar mijn mond? Was hij goed? Niet slecht. Nee. Maar hij moet een tijdje naar Kroeel. Ja. Nou, mijn grootmoeder die kwam zaterdags bij ons binnen. En dan had ze zo de kopje koffie, dan ging ze zitten. En moet je opletten, ze slikken het in, dan zit het hier, dan zeggen ze dat het lekker is. Moet je opletten. Lekker bakkie. En dan zei ze altijd, lieve kinderen, zeg opoma gedag. Het zal wel de laatste keer zijn dat je opoe ziet. De volgende week zaterdag kwam ze naar boven de trap op, had ze zo de bakkie koffie. En dan zei ze, lekker bakkie. Quiero frequentar algo muy simple. Quanto vale una paqueta mantequilla? Nou, dat kwam wel. Contéstame, par favor, solamente en español. Quizás dos. Dos. El cielo supie dos el hijo pierdo, ¿no tú y es? Un pacchetto di mantequilla. Eh? E quanto costa un pacchetto di mantequilla? Un pacchetto di margherina. Oh, io so, al corso mi chiede al supermercato, se lo bocco, o l'urda mi ha sasso, o ruga mi ha detto. Hallo Ivo. Zal ik jou eens wat zeggen? Ik ben hartstikke jaloers op jou. Want jij zit vanavond een geruime tijd naast een van onze dierbaarste vrienden en ook een van onze oudste vrienden. We kennen hem al sinds 56, geloof ik. Toen trad hij op in Place Pigalle, daar in de buurt van het Rembrandtplein. Wij wonen daar vlakbij. En we zaten avond aan avond in die stampvolle kroeg. Niet omdat er zo'n ontzettende leuke muziek was van dat trio, maar omdat iedereen nou helemaal plat ging voor de bassist. En dat was Kraai. En Kraai maakte iedere avond de performance. Nou, dat wil je niet weten. Dat zou je ook nu niet meer na kunnen doen, maar dat was geweldig. Nou, vanaf dat moment klikte het. Johnny en wij hebben lief en leed gedeeld. We hebben gehuild en gelachen. Zoals je doet als je zeer goed bevriend met iemand raakt. Kijk, hij heeft het nu vreselijk druk, dus ik zie hem helaas een beetje weinig. Maar ik heb één verzoek aan jou, Ivo. Geef hem namens mij nu een hele dikke knuffel. Nou, ja, met haar heb ik liever leed gedeeld. Die zoen krijg je na het lied dadelijk. Weet je wat ik zo leuk vind? Nou, laat maar weg. Ik was Behalve die hond die je daar deed, was je ook beroemd om je katten, hè, die je kon doen. Daar kon je mensen... die zijn mijn hele leven met me meegegaan. Maar daar kon je mensen ook de stuipen mee op het lijf jagen. Ja, ik heb het eens een keer gedaan. Het is misschien niet zo leuk van me geweest, maar in een lift in Engeland. En toen had ik een plastic zak bij me en toen deed ik een kat na. En toen sloeg ik op die zak, op die plastic zak. Dus je hoorde... En toen sloeg ik op die plastic zak. En die Engelsen, die keken. En ik bleef zo kijken natuurlijk. Ze wisten niet wie het gedaan had natuurlijk. En ik heb het een keer in een levensmiddelenzaak gedaan. Die gingen allemaal zoeken naar die kat. En ik meezoek op de grond. Prachtig. Prachtig. Schitterend. Die talen, dat is een kunst van je. Hè? Dat heb je tot kunst verheven. Een taal te spreken zonder dat je een woord ervan begrijpt. Ja, dat zijn de klanken. Ja. Dat zijn de klanken die ik heel goed kan onthouden. Ik had ook... Bijvoorbeeld, ik was... met mevrouw in Spanje. En daar had ik een heel gesprek met de parkeerwachter. Dat was een hele oude man. En die stond op mij te wachten.
En ik sprak geen woord Spaans. Dus dan kwam ik aan en dan zei hij... Roberto, waar is het moeilijk? Waar is het? Nou, een makker dat ik dacht... En dan zei ik... Roberto, waar is het? En dan zei hij... Kom nou. Ik zei, ik ben nog niet uitgesproken. En zo bleef ik maar doorgaan. Die man die geloofde werkelijk dat ik Spaans sprak. Dat, ja. John, ik heb 10 foto's. Wil even snel je leven door. Aan de hand van de foto's. Hier komt de eerste. Pama. Ach, nebbig. Fantastisch. Fantastisch. Ach. Pa was een echte levenskunstenaar. Een prachtige kerel was het. Een driftkop, maar hij was leuk. Hij was erg leuk. En ma? Mijn moeder. Ja, wie zou nou van zijn moeder zeggen dat ze slecht is? Ze is een goudklomp, was dat. En hard werken. Ja, prachtig. Een prachtvrouw. Volgende. Daar ben je rechts, want er zijn heel weinig foto's, hè? Want er was weinig ja, geld. Ja, er was geen geld, dus je kan in ieder geval zien dat ik arm was. Een kleine kereltje. Wat voor mannetje was jij? Een lief kereltje. Dat wel. Braaf, ja, braaf kereltje. Goed, volgende. Ach. En toen had ik een broekje in het begin van zij, daar kon je doorheen kijken. Maar dat was niet zo gunstig voor me. Een slecht begin. Maar ga je hier een rol spelen of wat is dit? Of is nee, het dat is een... de jongensopraan. Dat was de concurrent van Willy Alberti. Dit was de grote concurrent. Dus zo dat... zag je eruit als je zong. Dat zong ik, ja. Dan gaan we die sprong maken naar het klassieke toneel. Opeens, na je 50ste, maak je die... Is dat een repetitie of is dat... Ja, jij zou het moeten weten, John. Ik denk dat dit Jacques de Fatalist is. Dat denk ik ook. Van Diderot. Ja. Want je hebt na je 50ste ging je opeens naar het klassieke toneel. Lear was de eerste voorstelling. Ja. En ik weet nog wat de kranten schreven. Nou, dat wordt lachen vanavond. Ja. Hè? Ja, ja, ja. De clown komiek in een klassieke Shakespeare. Je moet je voorstellen dat je achter het doek... Ik was zo stom om in die zaal te gaan kijken. En daar zaten mensen, die zaten al in die zaal. Kan niks worden. En toen werd plotseling stil, toen kwam ik op en toen speelde ik mijn rol. En toen, nou ja, het was echt een doorbraak geworden. Ja, het is een van de grote ommekeren in je leven geweest. Is een ommekeer dat, in mijn dat leven gelukt is. En ik dorst het niet. Mijn vrouw zegt, je gaat, je kan het kraaien, doe het. En daar hebben we toch veel aan te danken aan die uitspraak. Je bent toch altijd door de kritiek gespaard, hè? Want King Lear werd in de NRC bijvoorbeeld een interessante mislukking genoemd als stuk. Ja. Maar jou vonden ze goed. Nee, ze vonden mij niet slecht, nee. Volgende foto. Nou, daar heb je hem, hè? De hoogste prijs die je in Nederland kan krijgen. De Louis d'Or, hoogste toneelprijs voor Jacques de Fatalist. Ja. Er zijn veel ups, maar ook heel veel downs geweest, hè? Ach, maar ze hebben me nooit kapot kunnen krijgen. Ik bedoel, ik blijf doorgaan en knokken zolang als het kan. Proost. Je hebt ooit wel eens over jezelf gezegd, er is een lange periode geweest... Lekker, waarin ik mezelf eigenlijk... Ik moet ontzettend opletten vanavond. Er is een tijd geweest, heb je gezegd, waarop ik eigenlijk mezelf aan het vernietigen was. Ja. En wist je waarom? Nee, dat weet geen enkele drankzuchtige. Die weet niet waarom die dat doet. Waarom die zo'n domoor is. Want jij houdt zo van het leven. Ja, maar op een gegeven moment dacht ik ook, toen merkte ik dat het niet goed was. En ik merkte ook dat ik de keuze had of pleitaten op. Wat ik heel ongezellig vind, want ik vind het leven toch nog altijd heerlijk om te leven. Of, doorleven en lekker gezellig toneel doen en de mensen lekker vermaken. En, ik heb voor het laatst, ik heb dat glas, dus dat kostte me niet zoveel moeite om dat weg te schuiven. Dus je kon bewust die keuze maken? Ja, ja, ik heb het weggeschoven. Ik ben er wel eens nog eens aan geweest. Dan zeg ik, ben er nooit meer aan geweest. Nee. Er zijn nog wel eens een zwakke dagje, is er nog wel eens tussendoor gevloekt. Nou, toen waren we 5 jaar geleden, dan hebben we het hele leven maar gehad in Zuid-Afrika. En daar leek je ontzettend gelukkig. Ja, ik was er ook gelukkig. En ik vind het nog een onvergetelijk land. Onvergetelijk. Even een stukje waar je me een rondleiding gaf door je huis in Zuid-Afrika. Nou, dat is het bed. En ik zal wel even gaan liggen, want dan heb je beter het idee. Dus ik lig zo 's morgens. Zo, ik zal ook laten zien hoe ik wakker word. En dan zie ik dat. Als de camera nu 90 graden gaat zwenken, dan zult u zien wat de oude krij
s'morgens om 10 uur ziet. En heb je hier ook een zonsondergang? Ach, ja, het is onglaublich. Dat glaubt man niet, wenn man dat ziet. Dat is zo schön. Nee, dat is ongelooflijk. Ja? De kleuren die God schildert aan het eind, dan weet je niet wat je ziet. Ja, dan denk je, ja, dat is prachtig. Wat zocht je in Zuid-Afrika? Waarom wilde je weg uit Nederland? Terwijl je hier, je hebt het zo vaak gezegd, je worteltjes hebt, hè? Ja. Waarom, ja. Wat zocht je daar dan toch? Ik vond het zo prachtig daar. Ik vond iets wat ik nog nooit in mijn leven gezien had, zo mooi. Dus toen zei ik, ja, en dat moet je eigenlijk niet doen. Dat was gewoon een domorenstreek. Dat was echt dom. Ik had gewoon moeten huren daar. Lekker gaan en wonen, een maandje en daar weer naar Nederland, weet je wel. Ja. Want je hebt ooit wel eens tegen mij gezegd, toen je dit programma zag, ik keek naar een andere man dan ik eigenlijk ben. Wanneer? Toen je die Zuid-Afrika-uitzending gezien had. Oh ja, ja, maar ik was ook anders. Ik was eenzamer. Als ik uitging, dan ging ik op een terrasje zitten. Niemand kende je. En dan zat ik daar als vreemdsoortig wezentje rond te kijken. Dus ik was al mijn oude vrienden kwijt. En een goede vriend van mij had het al gezegd. Hij zegt, Kraai, dat lukt je niet. Nee. Een oude boom kun je niet verplanten, zei hij. Nou, dat klopt ook. Nu woon je weer in Amsterdam? Ach, ik ben er gelukkig. Plekje gevonden? Ach, en mijn vrouw woont vlak bij me. Dus alles goed. Heerlijk. Alles in kadden en kruiken. We houden veel van elkaar. Nee, dat is allemaal prima. Goed. De samenwerking met Rijk en Adèle is beroemd. Ik heb uit de honderden sketches eentje gekozen die ik zelf nog steeds geniaal vind. Om even naar kijken. Gefeliciteerd. Gezondheid. Gezellig. Guus ging gisteren. Guus gaat geregeld. Groentegroothandel. Goudmijn. Geweldig. Geile Griet. Gijs, Gekkert. Gunstige gelegenheid, Gemma. Gijs. Geen getreuzel. Gedraag. Gewoon genieten, geef gas. Gruwelijke geur. Gekruide geitenkaas gegeten. Geen groot genoegen. Ha, gestommeld. Gemaal gearriveerd. Grote genade. Gauw, ga. Gemakkelijk gezegd. Ha, Guus. Gemene gluiperd. Gade geslagen. Ha, genoeg gezien. Guus, geen gevolgtrekkingen. Gewoon gezeten, gezellig gepraat. Gekruide geitenkaasgebabbel. Gang gestaan. Gedoe harde geslagen. Gelebber. Gedegenereerde Giethoornse gulpengluurder. Ah. Nou, we mochten alleen maar zinnen met een G zeggen. Alles moest met een G beginnen. Een geniale scène dit. Ja, het is prachtig geschreven. Dat is toch heel goed geschreven. Is toch fantastisch? Nou, Adèle wil even iets tegen je zeggen. Wat mij zo hecht aan de oude Kraai, dat is als we elkaar tegenkomen ergens, maakt niet uit waar. Dan wil hij altijd even de slow fox dansen. En dan maakt hij er zelfs zijn eigen muziek mee bij. En dan zingt hij... In the old-fashioned way, let me stay in your arms, maar dan in mok Frans. Kijk, dat soort dingen, daardoor ga je van die man houden. Toch. Altijd ja. Even dansen. Ja. Dat is nou een vrouw die is samen met mij zo'n beetje begonnen. Ze was een meisje van 16 jaar of 17 jaar toen ze bij me kwam. En dan kwam ze in een cabaret waar ik was begonnen. Ik had alles verkocht wat ik had. En toen kwam moest een ander meisje voor weg die het niet kon. Die kon geen scène spelen. Dus het hele gezelschap was kwaad op mij. Dat ik dat meisje wegdreef. Want dat was een heel lief kind. Ik zeg, maar ze kan geen scène spelen. Ik zeg, wat moet ik ermee? Toen zei ze, nou dat is toch een kleerensteentje, zo'n meisje. Ik zeg, maar we moeten scène spelen. Ze kan het niet. Er komt een ander meisje. Nou, toen kwam Adèle. Nou ja, ze wisten niet wat er gebeurde. Het was meteen een hele andere show. Want... En met Adèle is het zo...
Ik hoefde 10 jaar, 15 jaar niet te zien. En de dag dat ik je weer tegenkom, is het of ik er gisteren is voor het laatst gezien heb. Even dansen met haar. Ja, dan dans ik eventjes. Ready for city for moi. Maar dat doe je niet met iedereen natuurlijk. Ik hoop het. Nou. We gaan het straks uitgebreid over het toneelstuk hebben wat je nu speelt. Ja. Want dat was eigenlijk de aanleiding. Nog eventjes waar we je nu van op televisie kennen. Het zonnetje in huis. We zien hier even waar jij net met Arnoudje, hè, je kleinzoon, gespeeld hebt. En opa zit er moeilijk bij. Wat is hier gebeurd? Hebben ze ingebroken? Hebben ze vergeten om u mee te nemen? Ik ben cowboytje aan het spelen met Arnoudje. Maar hij is al een half uur weg. Oh. Hij ging naar mevrouw de Vries om een regendans in te studeren. Maar hij is niet meer teruggekomen. Nou, u kan wel opstaan hoor. Ik bedoel, het is tegen drieën. Arnoudje moet zo meteen een zwemles. Hoe kan ik opstaan? Ik zit vast. Een beetje wurmen, dan lukt het toch wel. Een beetje wurmen. Als ik wurm, gaat de touw alleen maar vast zitten. Zo'n klein jongetje. Kom er toch maar in boven. Kijk, dat kind is 6. Hij kan meer dan je denkt. Ja. En ik kan het weten, want ik doe altijd leuke spelletjes met hem. Jij brengt hem alleen maar weg, zodat je weer een uurtje voor jezelf hebt. Ik moet daar wel de hele tijd op de tribune zitten, hoor. En maar zwaaien en maar blij kijken. Bij jou is alles een verplichting. Je moet het kind wat meer de ruimte geven. En u moet vooral zo doorgaan als u vandaag nog los wil komen. Ga je gang maar. Kijk nou uit voor mijn voet, alsjeblieft. Ik kijk alleen maar. Ik weet hoe je bent. Wou je er nog uit of wou je de rest van de dag zo blijven zitten? Doe jij het maar op je eigen manier. Soms vraag ik me wel eens af of dat kindje hier eigenlijk wel welkom is. U vergist zich, hoor. Arnoudje is hier heel erg welkom. U niet. Waar ga je nou naartoe? Mag je me niet los? Misschien vanavond. Dag John, ik ga geen intieme dingen tegen je zeggen, hoor. Want heel Nederland luistert mee. En Yvonnie. Maar ja, ik ben heel erg op je gesteld. Dat heb je wel gemerkt. En ik ben ook vast boos op je. Nou, dat merk je dan ook altijd wel. Maar ik heb het altijd fantastisch gevonden om met je te werken. En ik geloof dat dat nu voorbij is. Maar je weet het nooit, echt zeker, met het zonnetje. En hoe het ook loopt, je weet, mij raak je nooit meer kwijt. Al zou je het willen. Ik hoop dat je een hartstikke leuke avond hebt. Met afstand de beste comedy, vind ik, op de Nederlandse televisie. En dat stopt dan na 10 jaar, hoor ik van Martine. Ja, ik verdien meer dan de baas en dan houdt het op. Is maar flauwekul om. Maar je bent niet uitgekeken op die rol van die narige opa. Nee, ik vond het wel leuk om te doen. Ja. Dat is een feestje. Ik was benieuwd hoe die scène afliep. Wil ik toch de kijkers even laten zien hoe dit uiteindelijk afloopt met jou. Want je moet je excuses aanbieden en dat kan die opa natuurlijk helemaal niet, hè? Ik bedoel, je mag best eens even mopperen, maar dan moet je ook een vent wezen. En sorry kunnen zeggen als je te ver bent gegaan. Dat ga ik echt niet zeggen. Dat is afgedwongen, omdat ik vastgebonden zit. Ik kan het wel doen, maar dat betekent het niks. U zou een poging kunnen wagen. Trappen jullie toch niet in? Probeer het nou eens. Dat wordt volkomen ongeloofwaardig. Dat beoordelen Fred en ik wel. Oké. Fred, sorry dat ik je een overloper en een lafaard heb genoemd. Kat, je bent een goede moeder. Je hebt gelijk, hoor. Het werkt niet. Kan jij, want daar ging die scène over, kan jij makkelijk sorry tegen iemand zeggen? Heb je veel in je leven, je moet er verontschuldigen voor dingen? Ik kan sorry tegen iemand zeggen, ja. Ik kan zeggen, het spijt me. Hoewel moeilijk. Maar als ik echt fout ben, ja, dan heb ik er geen moeite mee.
Ben je veel fout geweest? Nou, ja. We maken allemaal onze fout. Maar, ja. Tegen een vrouw is het wel eens moeilijk te zeggen spijt. Maar ja, gewoon zo. Moeilijker dan tegen een man? Ja, dan moeilijker. Ja. Waar zit dat verschil dan in? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik zeg, kan moeilijk zeggen, ja, sorry, het spijt me. Ze zegt echt dan in ieder geval dat je dat niet leuk vindt. Ja. Dat is ook goed. Nou, je hebt alle prijzen en onderscheidingen gekregen die je kan bedenken. Je bent ridder in de Orde van Oranje Nassau. Je hebt die Louis d'Or gekregen, hadden we het net over. Het Gouden Kalf, hè, voor een van je speelfilms. De Johan Kaartprijs, er zijn awards naar jou genoemd. Erkenning is er genoeg, hè? Wat dat betreft kan je heel erg tevreden zijn, denk ik. Ja. Ja, ik heb een prijs en geen gebrek. Nee, maar... dat had het mannetje uit de Kinkerstraat natuurlijk toch nooit gedacht van zichzelf. Het is natuurlijk toch een geweldige gebeurtenis, hè? Vanaf dat ventje uit die arme buurt naar wie je uiteindelijk geworden bent. Het is een leven wat je nauwelijks kan overzien, denk ik, hè? Ja, nou, ik kan alsnog overzien. Ja? Ja, nog wel. Ik heb ook nog wel zin om door te gaan. Je bent 78, maar je wilt toch... ja, zolang als het kan, vind ik het heerlijk om toneel te spelen. Ja. Je moet je net wat ik zeg, je gaat zo'n zaal uit. Die mensen hebben een heerlijke avond gehad. In al die klote toestanden die er momenteel in de wereld zijn. Je hoort alleen maar ellende en narigheid en troep. En die mensen zitten lekker voor je, die hebben een lekker heerlijke... Je ziet die mensen ook zo klappen. Nou, dan denk je, ik heb in ieder geval vanavond niet voor niks geleefd. Mooi. Ik heb dingen gedaan die leuk zijn. Voor we het over het toneelstuk gaan hebben, nog even de film. De film was eigenlijk niks voor jou, hè? Dat duurde allemaal te lang, dat wachten. Ik weet het niet. Als het een goede film is, wil ik het graag doen. Maar ik vind het een langdurige kwestie. Je zit een hele dag in een caravan om te zeggen, dank u vriendelijk, meneer. Nou ja. Niks. Nee, maar toch die rol in De Aanslag, waar een film die een Oscar kreeg, blijft onvergetelijk. Ja, ik weet nog goed dat we de eerste avond speelden, De Aanslag. En toen moesten we dus... toen kwam de koningin kijken en dan komt er eerst zo'n adjudant van de koningin. Komt, want zij praat heel gewoon, je kan gewoon een gesprek met haar voeren. Het is enig mens. Maar die man, die vraagt, dat kan ik niet zeggen, als mensen slecht Nederlands spreken. Dus het is zo slecht, weet je. Maar dat hij zei, koningin, we hebben het gehad. En dan staat er allemaal naar hé. En op een gegeven moment, als het van prijzen, dan kunnen we ook even geven. Dus ik loop weg, ik ga koffie drinken. Zegt hij, wilt u even bij? Ik zeg, nee meneer, ik versta u niet. Dus ik ga weg. Maar wat schetst mijn verbazing? Zij komt binnen en ze zegt, komt u er niet even bij tegen mij? Nou, dat was wat. Een mens, gewoon heel normaal. En, maar wat er omheen loopt, vind ik een beetje zure zult. Niks. Dat was bij de première van De Aanslag even een fragmentje uit die film. Is het er? Moet wel. Moet wel. Wat zei ze tegen je? Ik weet het niet meer. Zei ze iets over mij? Ik weet het niet meer. Dan probeer het je te herinneren, zak! Ik was 12 taken, ons huis stond in brand. Het was donker in het politiebureau. Politiebureau? Welk politiebureau? Van Heemstede. Dat hadden we eruit kunnen halen. En wij dachten dat ze in de koepel in Haarlem zat. Heemstede. Ik herinner me dat ze ergens een lang verhaal overhield. Het liefst zou je me nu vastbinden en het uit me slaan, hè? Ja. Ik vind fragmenten, altijd moeilijk om te beoordelen. Je moet eigenlijk in zich heel, waar gaat het over? Waarom zegt iemand dit? Waarom doet hij dit? Weet maar je voelt wel de spanning hier, hoor, tussen die twee. Ja, het is een heerlijke film geweest. Hè. Goed, toneel. Een tijdje zat je in Zuid-Afrika en deed eigenlijk geen toneel meer. Je dacht, dat heb ik niet nodig. En je ontdekt dat je eigenlijk niet zonder kan. Hè? Zo mag ik het toch wel zeggen. Ja. Wat voel je dan op het toneel wat het zo belangrijk voor je maakt? Is dat onder woorden te brengen? Wij kunnen heel slecht onze emoties kwijt in het leven. Onze echte emoties die in ons zitten. Dus lachen of huilen of verdriet, dat kunnen we bijna niet kwijt in ons leven. Maar in het theater, als het goed gedaan wordt, dan
raak je dat kwijt. Dan voel je alles weer wat je in je draagt. Alle emoties die een mens behoort te hebben, die als kind meteen, hop, die zijn er als kind. Maar als mens ben je die een beetje kwijt, verberg je die. En zekere mannen moeten dat verbergen. Vrouwen hebben nog, zijn nog eerlijker. Die durven het nog eerlijker te laten zien. Maar mannen, die verbergen heel veel. Maar dat lachen en dat applaus, dat is bijna een levensvoorwaarde voor je. Nee, het is er. Het is gewoon een deel van mijn leven wat bij me hoort. Ik ben er nooit verwonderd over geweest. En het eerste wat ik tegen mijn zoon zei toen hij dus aan het toneel ging, zei: denk er aan. Dat je nooit laat merken dat je blij bent als ze lachen. Nee, altijd. En ze lachen ook veel meer om je als ze niet merken dat je leuk wil zijn, begrijp je? Een komiek die niet leuk doet, is leuker dan een komiek die leuk doet. Die is niet leuk. Dus je moet het ook niet obvious verbergen. Je laat gewoon niet zien dat je het prachtig vindt dat mensen zich amuseren. Ja. Je hebt één probleem op het toneel. Je bent geen première man, hè? Je moet aan die rol werken. Hij moet groeien. Ik moet, en bij de première zitten de recensenten meestal. Nou, nu was de première niet zo goed omdat ik ziek ben geworden 8 dagen. Dus er waren 8 dagen van de try-outs af. Dus ik heb maar 4 try-outs gehad en toen was ik nerveus. Maar je bent ook niet de man van die eerste avond, hè? Je moet eigenlijk dat stuk laten groeien met je. Het is nu een heel ander stuk dan bij de première. Ja. Heel anders. We hebben elkaar ooit 25 jaar geleden ontmoet, John. En toen zei je al dat je dat probleem had. Moet je even kijken. Ik ben geen première man. Dat is misschien een rare bekentenis voor een man die vanavond gespeeld heeft. En zoveel mensen heeft horen lachen. Maar ik had een dubbele scène. Dan ben ik een beetje mijn stem kwijt. Dat was dubbel moeilijk vanavond. Ja, als je als vader op toneel staat, je hebt zelf 35 jaar achter je. En je moet dan je zoon introduceren bij het publiek. Dan is dat spannend. Zo spannend dat je een beetje schor bent. Is dat iets waar u altijd van gedroomd heeft? Of heeft u er juist altijd erg tegen opgezien? Oh, we kunnen romantisch erover worden. Het is niet iets waar ik over gedroomd heb. Het is mijn vak. Maar dit is wel een zeer grillige bijkomstigheid. Dat mijn zoon meedoet. En hij heeft het goed gedaan, fantastisch. Ik ben erg trots op. Grote jongen, ja. Het is goed bedoeld. Ja. Nou, Gouden Handjes hadden we het al over. Het stuk waar je nu het land mee doorgaat. Speciaal voor jou geschreven door Haaien van der Heijden. Hoe werkt dat? Een nieuw stuk wat voor jou gemaakt wordt, daar ga je er denk ik wel mee bemoeien. Ja, hij is ook heel coulant tegen me. Ik mag ook dingen bedenken. En als hij ze goed vindt, kan ik het erin doen. Dan vindt hij het niet zo erg. Je speelt Louis, oude man. Hè, zijn grote liefde is net overleden. En die vrouw zegt tegen hem: zorg dat je van het leven blijft genieten. Hè, dat belooft hij ook. Een man met een sterk hart. Heb je zelf ook een sterk hart? Nou, het is wisselvallig. Ik geloof niet dat het zwak is. Maar het is af en toe een beetje ongehoorzaam. Vader Ratzak. Het is af en toe gaat hij eens. Bom. Nou, moet er eventjes wat gedaan worden. Komt hij weer even in het ritme? Komt hij weer in het ritme. Ja. Maar verder voel je helemaal goed. Fantastisch. Goed. Louis is een oudere man. Ik zei het net al, vrouw is overleden. En wat gebeurt er? Hij legt het aan met de eerste, de beste call girl die op zijn pad komt. Ja, dat is een ongeluk. Dat vrouwtje, dat moet bij een buurman zijn. En die is overleden de dag daarvoor. En dat vrouwtje vraagt of ze even mag bellen. En ja, dat is één brok. Leuk wijf. Dat is schitterend. Dus ja, die man die is al een paar maanden eenzaam. Dus je wordt meteen komt verliefd. Zo'n rode banjer binnen. Nou, dat is er één hoor. Ja. En dan raakt hij onder indruk. Ja. Die rol wordt gespeeld door Marjan Mudder, die we allemaal kennen uit Baantje. Ja. Even kijken hoe jullie samen op de bank gaan zitten. Wat doen wij? Kom eens. Ja. Vraag me nog eens. Wat? Vraag me nog eens of ik met je wil trouwen. Claire, wil je met me trouwen? Heel erg graag, Louis. Heel erg graag. Een paar honderd, man. Echt een paar honderd? Ja. Maar je bent nooit getrouwd geweest? Nee. Dus wat dat betreft ben ik de eerste. Jij bent de eerste. Ja? Ja. Ik ben de eerste. Beste John, je bent de eerste en enige man die me ooit in mijn leven heeft opgebeld met de mededeling: ik wou alleen maar even je stem horen. Dat bewijst wel hoe
ontzettend goed we het deze keer samen hadden. In het toch ingewikkelde en zeer lastige proces van het tot stand brengen van een toneelvoorstelling was je deze keer een ongelofelijke heer en een fantastische professional. Misschien heeft het toe bijgedragen dat wij zo slim zijn geweest een privé harempje van topactrices om je heen te zetten, maar dat maakt niet uit. Hoe dan ook, ik ben echt erg blij en zeer vereerd een kleine bijdrage te hebben mogen doen aan jouw indrukwekkende loopbaan. En ik dank je daar hartelijk voor. John, we bellen. Ja, dat zijn goede mensen allemaal die je op je pad krijgt. Die krijg je toch op je pad, die mensen. Ja. Dat is toch leuk. Eén van die haremvrouwen, je eigen call girl, mocht vanavond niet ontbreken. Hallo John, we zijn inmiddels aan de tweede tournee van Gouden Handjes begonnen. En ik herinner me hoe je je in het begin van de repetitie een beetje zorgen maakte. En bij mij peilde hoe ik het vond om te moeten spelen dat ik verliefd op je was. Of dat ik verliefd op je moet zijn in de voorstelling. En ik kan je vertellen dat ik het elke avond een feest vind. Ik vind het heerlijk om met je op toneel te staan. En we hebben ontzettend veel pret. En wat mij betreft is Gouden Handjes een onvergetelijke ervaring. En ik wil je bedanken voor alle liefde en aandacht die je me geeft. We naderen het eind. Je gaat zo nog een mooi lied zingen. Even een paar keuzes die ik je voor wil leggen. Heel snel. Ajax of Feyenoord? Ja, uit allebei eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik ken al die jongens. Dus ja. Feyenoord hou ik ook van. Kaapstad of Amsterdam? Amsterdam. Bomans of Carmichelt? Allebei. Applaus of lach? Lach. Afbouwen of sterven in het harnas? Afbouwen. Geen Tommy Cooper? Nee. Die op het toneel een hartaanval kreeg? Nee, vind ik belachelijk. Dat zou je nooit willen? Ik vind een komiek die sterft op het toneel een belachelijke man. Ja. Zou je ooit voor jezelf een... Zelfs als je iets bloedserieus zegt, gaat iedereen nog lachen. Hè? Dat is wel mooi. Nou, je hebt vaak gezegd, het geloof heeft je door heel veel dalen in het leven geholpen. Ja. Het geloof is sterk. Ja, ik leef met God. Dus ik ben godsvruchtig, dat durf ik zelf te zeggen. Ja. Ik schaam me daar absoluut ook niet voor. En ik zeg het niet om bij mensen te horen. Ik heb mijn eigen inzicht. Ik laat me niet manipuleren in mijn geloof. Begrijp je goed? Ik geloof ook niet dat er een hemel en een hel is. Want dan moet je uit gaan zoeken wie er in de hel mag en wie er in de hemel mag. Maar ja, er sterven op één dag 148 miljoen mensen op een dag. Veronderstel dat jij 1 minuut voor 12 uur sterft. Nou, dan moet je me daar in een level van een rij staan, zeg. Dus dan denk ik bij mezelf, hoe lang moet je dan wachten om in die hemel of in die hel te komen? Dus ik geloof niet in hel en hemel. Ik geloof ook niet dat God iets is waar je bang voor moet zijn. Als het gek klinkt, vergeef het mij, ik geloof dat God liefde is. Als je erin gelooft zoals ik geloof. Dat het vergeving is. Maar dat hij nooit zegt. Dat kan hij nog ineens. Dat kan nog ineens zo kwaad kijken. Hij zal met liefde op. Ik bid wel eens dat hij eens een keertje de blauwe lucht open scheurt. Dat je dan plotseling dat vriendelijke gezicht zegt en zegt. Hou nou eens op met kanker en zeggen dat ik dat altijd gedaan heb. Ik heb jullie een prachtige wereld gegeven, hier lacht hij en jullie hebben dat ervan gemaakt. Dat zou ik prachtig vinden, maar dat doet hij niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Het zou de mooiste dag zijn die er bestaat. Mooi. Tot slot, zijn er 3 mensen die iets tegen je willen zeggen? Beste John, je hebt van niets, van in een kroeg, van de snabbeltour, televisie, radio, Nederland, Duitsland, het grote toneel. Je hebt de klassiekers gespeeld, waar je iedereen in verbaasde. Maar uiteindelijk blijf je die komiek, zoekend naar die lach. En lach van het publiek geeft jou de kracht om te leven. Dat is mijn gevoel als ik aan jou denk. Ik hoop dat je het nog heel lang mag doen. Johnny, met Sjaak Zwart. Ik vond je al een geweldig mens, fantastische acteur. En we hebben vroeger, dat we naar uitwedstrijden wel eens gingen, zo verschrikkelijk gelachen als jij aan het stuur zat. En je ging net als ik met het voetballen binnendoor, buitenom bij de mensen, tong uitsteken. Ja, dat was geweldig. En hoe je mensen altijd liet schrikken met je hondje. Dat hondjesblaf, dat ken je fantastisch. Je bent gewoon een hele fijne gozer en ik hoop je nog heel lang mee te maken.
Meneer Kraaikamp, ik ken u nou zo'n 4 jaar. Ik rij u al zo'n 4 jaar. We hebben al heel wat leuke en minder leuke kilometers meegemaakt. Ik hoop dat er nog veel veilige, goede kilometers bijkomen. En tot die tijd zou ik zeggen, je suis à votre disposition. En nogmaals bedankt voor uw kaart, waarop u vindt dat ik een kleinkind van u ben. Ik heb geen opa's en oma's meer, dus het is heel leuk om er een opa bij te hebben. Nou John, dat is een hele goede jongen dit. Na vanavond die zorgt voor me, zijn gelukkig allebei hetero. En het is echt een kleinzoon van me geworden. Prachtig. Zo'n goede jongen is het. Nou, wij zijn na vanavond meer dan eens à votre disposition, hè? Zoals hij zo prachtig zegt. Liefde, dat is wel het woord in je leven, hè? Ja. Liefde, kijk, wij krijgen het verkeerd geëxposeerd via de televisie, begrijp je? We zien een hoop narigheid. Je ziet bijvoorbeeld een juffrouw met een geweldige opgeblazen voorkant. En dan denk je, dat is nogal wat. En dan staat eronder, bel mij alsjeblieft. Maar, ja, en dat kost 75 cent, geloof ik. Dan kan je bellen, hè? Maar er zit een oude mevrouw met een koptelefoon op, met een microfoontje. En die krijgt die telefoon van jou dan. En die oude mevrouw geeft antwoord. Dat is dan zogenaamd die mevrouw met die mooie voorkant, begrijp je? Dat is liefde. En die pakt dan een gebitje uit het glas. En die zegt dan, ik ben zo blij dat je me belt. Ik ben zo verschrikkelijk. Nou, zo heet kan vis niet gebakken worden. En dat zeggen ze dan tegen je, maar je moet maar geloven van mij. Het is allemaal flauwekul. Liefde. Echte liefde is iets, dat kan ik niet uitleggen. Dat kan ik. Probeer nou, als ik jou nou eens vraag, wat is liefde? Echte liefde, dat je verliefd bent op iemand. Ik weet niet of mensen dat, ik heb het een paar keer in mijn leven meegemaakt. Dat je, wauw. Je bent helemaal anders. De zon schijnt mooier. Het eten smaakt lekkerder. De goudvissen zijn leuker. Alles is leuker in de. Dat is iets wat je niet kunt uitleggen. En ik heb één man nou in mijn leven ontmoet. En ik mag dat van hem zingen. Die heeft een liedje gemaakt. En in dat liedje weet hij precies uit te leggen wat liefde eigenlijk is. Er is prachtige muziek ondergeschreven. Door Piet Sauer. En Friso Wiegersma heeft het liedje geschreven. Ja, dat ga je nu zingen. En ik ben trots dat ik het mag zingen. Friso, bedankt. Ik zing het nu. Ik hoop dat je het aardig vindt. Een liedje over de liefde, dames en heren. Ik zal u even. René, laat even de inleiding horen. Dat is alleen de inleiding. Dat is toch niet te geloven? Heeft u dat gehoord, die harp aan het slot? Dat is een oude man, meneer Buidelgluit. 82 jaar, deed hij met één hand. Laat toch even horen, René, die harp, dat harpje. Let even op het harpje. Eén hand. Buidelgluit. Prachtig. Heerlijk. Heerlijk is dit. Even geen oorlog. Even een mooi liefdeslied. Ga je gang, jongens. Geef mij vragend akkoord. Dit is dezelfde stad. Hetzelfde seizoen. De bomen worden groen. Precies zoals toen. Maar waarom loop ik hier en wat moet ik doen? Wat moet ik doen zonder jou? Van al je mooie woorden bleef er niet één. Je zei ik hoor bij jou, nou loop ik alleen. Dezelfde straten door, maar waar moet ik heen? Waar moet ik heen zonder jou?
dezelfde bomen, dezelfde straten, dezelfde dromen van jou en mij. De vogels zingen, niets is veranderd, en toch is alles voorbij. Ik voel alleen dat ik je vreselijk mis, maar dat er niets meer te veranderen is, omdat er op mijn plaats nu een ander is, een ander bij jou. Ik voel alleen dat ik je vreselijk mis, maar dat er niets meer te veranderen is, omdat er op mijn plaats nu een ander is, een ander bij jou.